Nou kijk, je moet zich voorstellen dat het twee grote regio's zijn. Het is niet Zuid-Amerika, het is heel Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Caribisch gebied. Wat allemaal als CELAC-landen genoemd worden. En daarna Europa. En twee regio's die historische relaties hebben. Twee regio's die veel samenwerkingsrelaties nu hebben. En twee regio's nu die een belangrijk deel van de wereldbevolking bevatten. En het is goed dat deze twee regio's met elkaar in overleg zijn, communiceren. En kunt u zich voorstellen dat de laatste vergadering tussen deze twee regio's in 2015 is geweest. Dus 8 jaar van stilstand. Daarom moest deze EU-LAC-meeting een succes zijn. En hoe krijg je dat succes? Door te zorgen dat die leiders aanwezig zijn. Dat die leiders aanwezig zijn. En dat is ook gebeurd. Leiders van alle landen waren aanwezig. Op het niveau van staatshoofden, op het niveau van premiers, vicepresidenten. En dat geeft al aan dat men wel belangrijk vindt om met elkaar in overleg te zijn. Tweede is, alleen dat leiders op zo'n niveau daar aanwezig zijn, geeft ook de politieke wil aan dat men bereid is op het hoogste niveau van vertegenwoordiging van de landen in communicatie met elkaar te zijn, in overleg te gaan over verschillende vraagstukken. En die vraagstukken die hebben te maken met de twee regio's, personenverkeer, goederenverkeer, handel. Maar aan de andere kant zijn er mondiale vraagstukken die ook, laat mij zeggen, impact hebben op beide regio's. En een van de zaken die als rode draad liep tijdens deze vergadering was namelijk de climate change. De verandering van ons klimaat en de gevolgen van die verandering op de wereld, op de regio's, op de lidstaten. En zeker voor Suriname is dat bijzonder belangrijk, omdat we ook behoren tot een land met een hele lage kustlijn. En al deze zaken zijn besproken. En er is ook een declaration ook aangenomen door deze summit. En we gaan in ieder geval ervan uit dat die follow-up ook goed gemonitord zal worden door het secretariaat, zowel van CELAC als van de Europese Unie. Om ook te zorgen dat datgene wat wij met elkaar hebben afgesproken ook uitgevoerd gaat worden. Dan dat er ook actie komt. En dat is eigenlijk de call geweest van bijna alle leiders. Natuurlijk zijn er standaard onderwerpen die terugkomen. Maar er komen ook steeds nieuwe onderwerpen. En alhoewel de relatie tussen Europese Unielanden en Latijns-Amerikaanse landen in feite duidelijk is, als het gaat met name om een stukje slavernijverleden, een stukje koloniaal verleden, komt het eindelijk op agenda. En het is besproken, misschien niet met die diepte, maar heel belangrijk was namelijk in die ontmoeting met alleen de regeringsleiders. De premier van Barbados, Mia Motley, die vraag openlijk gesteld had aan de premier van Nederland. Van dat er al die tijd een rust is geweest, een stilte is geweest. En landen waren bezig posities in te nemen. En plotseling kwam Nederland daaraan met het aanbieden van excuses. En ze was zeer geïnteresseerd hoe dat precies allemaal gegaan is. En wat allemaal de beweegredenen waren. En de premier heeft aangeantwoord hoe dat proces geweest is en hoe dat nu verder uitgewerkt wordt, met onder andere ook Suriname. Ik denk dat ieder onderkent dat dat verleden daar ligt en dat iedereen beseft dat het op een verantwoorde wijze, op een volwassen wijze, dat besproken moet worden, aangepakt moet worden. En
waar we rekening moeten houden is namelijk dat er iets aanzet gegeven is door Nederland. Dus ik denk dat er follow-up zal plaatsvinden. Ook vanuit de andere landen van de Europese Unie naar hun voormalige koloniën toe. En het traject dat ontwikkeld wordt is inderdaad, je moet het identificeren. Je moet het herkennen. Je moet het erkennen. Je moet je excuses aanbieden. En je moet een beleid ontwikkelen, wat wij noemen het helingsproces. En dat is wat nu ook naar Suriname toe gaat plaatsvinden. Dat er een excuses is aangeboden, waarbij de premier Rutte duidelijk heeft gezegd. En het beleid wordt nu na die excuses achter die komma ontwikkeld. En dat gaan we gezamenlijk doen. Dat gebeurt nu al gezamenlijk. En ik denk dat een van de zaken is namelijk die komende tijd constant op de agenda terug zal komen tussen EU en LAC-landen. En de sfeer, denk ik, is één van dat de geschiedenis daar ligt. Maar nu zijn wij leiders om op een verantwoorde wijze om te gaan met de geschiedenis. Maar ook als leiders leiderschap te tonen om dit vraag zodanig op te lossen voor de huidige en de toekomstige generatie. Het is al ingediend, het is niet op agenda geweest, maar uiteraard in die bilaterale meetings wordt dat steeds aangehaald, omdat we het verzoek al ingediend hebben. En het is een heel proces dat afgewikkeld moet worden voordat de hele Europese Unie het besluit neemt. Belangrijk is namelijk dat we de randvoorwaarden in place moeten hebben. En die zie je wel in place gebracht worden, alhoewel soms het lijkt alsof het niet gebeurt. Maar zaken die te maken hebben met jouw biometrisch paspoort, daar zijn die voorbereidingen al getroffen. Daar is die openbare inschrijving al geweest. Het zijn allemaal internationale bedrijven die ingeschreven hebben. We kijken uit naar het besluit vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bibus. En dan gaat dat bedrijf starten met het proces van biometrisch paspoort. Je moet rekenen houden, je moet instrumenten hebben, je moet randvoorwaarden hebben, je moet personen hebben, je moet moderne apparatuur hebben om al deze paspoorten goed te controleren. Kortom, wetgeving, regelgeving, randvoorwaarden, expertise, maar ook namelijk dat dat paspoort jou toegang geeft tot de internationale gemeenschap. En niet beperkt blijft tot een bepaalde regio. Dus dat proces is al ingezet. En het is niet op die agenda gekomen van die EU-LAC, omdat het iets te maken heeft van Suriname tot. Dat wordt zoiets bilateraal besproken. Kijk, dit is ook een heel belangrijke ontmoeting geweest. En je merkt ook namelijk dat in Suriname niet altijd op de hoogte is van een samenwerking, niveau van samenwerking, soort van samenwerking. Maar los van de samenwerking met het land België, hebben we ook samenwerking met Vlaanderen. En met de premier van Vlaanderen hebben we gesproken over lopende samenwerking. En in Suriname worden er waterprojecten, drinkwaterprojecten uitgevoerd door één de watergroep in Kommerwijnen. Heeft een heel modern waterinstallatie daar opgezet. Maar ook door Bosak, is een waterbedrijf van België, dat zich gespecialiseerd heeft in het exploiteren van drinkwater voor het binnenland. En daar worden heel wat projecten uitgevoerd. Vervolgens hebben we gesproken over samenwerken binnen het onderwijsgebied. Je weet, België en Suriname hebben allemaal één taal en Nederland, Suriname, België behoren tot de Taalunie. Dus we hebben gevraagd dat de volgende vergadering van de Taalunie ook in Suriname plaatsvinden. We hebben gesproken over samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Onderwijs op Vlaanderen. Onze minister van Onderwijs, de heer Ori, heeft ook een deelstudie van hem hier gehad. Dus daar is er al een binding van samenwerking. Er is ook gesproken over samenwerking op het gebied van investeringen. Dat is wat mijn
belangstelling is. Dat die bestaande samenwerking die er zijn, laat die allemaal verder versterkt worden, uitgebreid worden, verder verdiept worden. We moeten nieuwe vormen van samenwerking gaan identificeren. En dat is investeerders. Ik heb ze uitgenodigd, ik heb ook de premier uitgenodigd om naar Suriname te komen. Om te kijken in de agrarische sector, om te kijken in andere mogelijkheden van investeringen. Zodat we de samenwerking verder kunnen verbreden en uitbreiden. Ik denk dat het een historische meeting geweest is. Ik weet niet wanneer voor de laatste keer twee presidenten van Suriname en Frankrijk met elkaar gesproken hebben. Maar het zijn twee buurlanden. En twee buurlanden moeten met elkaar praten als twee buren. En ik heb het eerder al gezegd op de receptie van de Franse ambassade in Suriname. Ik heb liever een goede buur dan een verre vriend. En dat heb ik ook aan president Macron gezegd. En dat betekent dat we samenwerken moeten intensiveren. Grenslandenontwikkeling. Laten we met een ontwikkelingsprogramma komen om die grenslandengebied, aan de andere kant Saint-Laurent, deze kant Albina, goed te ontwikkelen. Met alle soorten van ontwikkelen, de veiligheid, onderwijs, investeren, toerisme. We hebben gesproken over een brug. Laten we ook praten over de bouw van een brug over de Marowijnenrivier. In het kader van ontsluiting van het hele gebied. Maar ook hier heeft de president van Frankrijk aangegeven dat hij grote waarde hecht aan ook de bescherming van het milieu. De aanpak van het veiligheidsvraagstuk. En ook hier hebben we gesproken over gezamenlijk optreden. Zoals we dat overeengekomen zijn tussen Suriname en Frankrijk. En natuurlijk ook hier de gevolgen van klimaatverandering. Wat ook impact heeft op zowel Frans-Guyana als Suriname. Dat we daarover gemeenschappelijke aanpak willen samen met Guyana en Brazilië. En in ieder geval heb ik hem uitgenodigd om naar Suriname te komen. En heeft al aangegeven en al geïndiceerd volgend jaar. Dat hij zal komen. Dat zal de eerste keer zijn dat een president van Frankrijk Suriname zal aandoen. En voor de rest hebben we heel wat persoonlijke, vriendschappelijke gesprekken gevoerd. Dat hoort erbij bij zo'n relatie. Het gaat erom dat we buren zijn. En dat we niet alleen over zakelijke dingen moeten praten. We kunnen ook soms over leuke dingen praten. Dat hebben we gedaan. Kijk, met premier Rutte heb ik al zoveel ontmoetingen gehad. We zijn gewoon twee vrienden geworden. Maar wat was het verschil tussen deze meeting met die vorige meetings? Het verschil was dat hij nu een andere status had. Hij was demissionair. En hij had zijn mandaat als premier, als regering teruggegeven. En zijn ontslag ook aangeboden aan de koning. En natuurlijk is het bijzonder belangrijk om dan na te gaan van wat is die samenwerkingsrelatie nu tussen Suriname en Nederland. En of er enige verandering gaat komen. En zijn antwoord was heel duidelijk. Namelijk dat de samenwerking blijft op basis van de gemaakte afspraken, op basis van het dossier Suriname, op basis van de projecten, op basis van nog zoveel andere dingen. Die samenwerking gaat gewoon door. En uiteraard is het ook belangrijk geweest voor mij om te weten, namelijk wat hij gaat doen. En dat hij in feite de hele wereld verrast heeft om terug te treden. En meer nog, door zijn terugtreden heeft hij een zodanig domino-effect teweeggebracht dat ook zoveel andere politieke leiders ook zijn gaan bedanken. En dat is inderdaad een heel interessante ontwikkeling. Dat we zeggen, je krijgt een nieuwe generatie van politici die Nederland zal leiden. En wij zijn ook benieuwd wie dat allemaal zullen zijn. Maar onze samenwerking gaat gewoon door. De prioriteiten die geïdentificeerd zijn, die worden verder afgewerkt op bilateraal niveau. Ik heb inderdaad toen een paar dagen geleden met hem gesproken in de hoedanigheid van deputy director van de Europese Commissie. En nauwelijks 2 dagen daarna hoorde ik dat hij in ieder geval de lijst gaat trekken van
PvdA GroenLinks en dat hij ambitie heeft om premier te worden van Nederland. Nou, dat zijn die dingen die belangrijk zijn, namelijk het voeren van gesprekken. Zeker op basis van zijn huidige verantwoordelijkheid. En een van de belangrijke zaken van de EU-LAC, CELAC-meeting is geweest. Het hebben van een milieuagenda. En Europa heeft ook een hele sterke milieuagenda. Met ook fondsen beschikbaar om het milieu te beschermen naar alle facetten van dreigingen toe. Wij willen ook gebruik maken van die mogelijkheden die er zijn. En de heer Frans Timmermans, die is geweest naar Suriname. En in feite zegt hij, president, ik kijk naar uw land, ik kijk naar die cijfers. U heeft een bos. U heeft oil and gas. U heeft biodiversiteit. U heeft zoveel sterke kanten. En feiten met uw carbon-negatieve status als land, bent u leidend in de wereld. En hij wil Suriname ondersteunen om dat leiderschap nog sterker naar voren te laten komen bij die aanstaande COP-meeting in Dubai, wat eind dit jaar zal plaatsvinden. En hij vindt ook namelijk dat we een leiderschaprol moeten gaan vervullen. Alleen maakt hij zich een beetje zorgen, namelijk alhoewel wij een land zijn met een hele hoge bebossing en een laag ontbossingsgraad, maakt hij zich wel zorgen, namelijk dat er wel sprake is van houtkap, welke bijdraagt aan de verdere ontbossingen van een stukje dreiging. Ik heb ook duidelijk aangegeven dat we een taskforce in het leven geroepen hebben, met als opdracht om te zorgen dat er een beleid ontwikkeld wordt door ons als regering op basis van het advies van de taskforce van uitfaseren van de houtkap, uitfaseren van de export van rondhout en zorg dragen namelijk dat er een duurzaam bosbeleid ontwikkeld wordt. We willen onze negatieve status als land behouden en heeft ons beloofd om ons te ondersteunen bij dat beleid. En daarvoor zijn er inderdaad veel fondsen beschikbaar. We hebben enkele projecten al ingediend bij de Europese Unie om die gefinancierd te krijgen. Natuurlijk is het gevoel een van tevredenheid. Alleen vanwege het feit dat die leiders tijd vrijgemaakt hebben. Sommige leiders hadden het heel moeilijk op thuisfront. Maar toch hebben ze het land verlaten om aanwezig te zijn. Dat geeft al aan politieke commitment. Dat geeft al aan politieke wil. Dat geeft al aan dat we bereid zijn als twee regio's om verantwoordelijkheden te accepteren en die te gaan oplossen, welke tot uiting komen in een declaratie, declaration. Tweede is namelijk dat wij wel ervoor moeten waken dat het alleen bij die meeting zal blijven. Die declaration moet nu vertaald worden in acties. En dat moet het secretariaat doen van CELAC en Europese Unie, zodat we een matrix hebben met concrete acties. En dat we die acties ook allemaal verder gaan implementeren. Ik heb de overtuiging dat het gebeurt, omdat dat de roep is geweest. Aan de andere kant was het een agenda die zeer actueel is. Je kan op zo'n vergadering niet alles bespreken. Maar zeker klimaatverandering, waarbij je rekening moet houden dat je Europese Unie daar hebt, met een select groep van landen, waar een groot deel, zeker Caribische landen, allemaal behoren tot landen met een lage kustlijn. Meer bekend als Small Island Development States, SIDS-landen. En die moeten beschermd worden omdat deze landen niet verantwoordelijk zijn voor die global warming. Maar die global warming vindt internationaal plaats. Maar die impact is direct merkbaar in landen waar de kustlijn een lage is. En we merken dat aan de kuststrook van ons. Hoe onze kuststrook aangevreten wordt door stijgend zeewater. Waar we snel met projecten komen om mangroven te planten. Dat geen nog goed is. Maar ook door de stijging van het zeewater krijg je ook meer wolkvorming. En meer regen en zware regen. Dan krijg je weer dat
het binnenland onder water loopt, kuststreek onder water loopt. Die dingen moeten gezamenlijk aangepakt worden. En dat er fondsen beschikbaar moeten zijn. En gelukkig zien we namelijk dat die loss and damage nu wel opgenomen is in het internationaal programma om landen die daarmee geconfronteerd worden te ondersteunen. Er zijn issues, ja. Issues die te maken hebben met het financieren, dat nog ingewikkeld is, dat het niet rechtvaardig is. Dat systeem moet eenvoudiger, dat systeem moet toegankelijker zijn voor alle lidstaten. Dat systeem moet weg van bureaucratie. Wat even water door, even schade door. Hebben we geen bureaucratie nodig, hebben we actie nodig, hebben we geld nodig, hebben we aanpak nodig. Dus dat is bijzonder belangrijk geweest. Aan de andere kant moet je rekening houden namelijk dat we een COVID-periode gehad hebben. En we hebben gezien hoe het tijdens de COVID-periode gegaan is met die samenwerking. Dus na de COVID-periode zijn we weer teruggekomen. En natuurlijk moet het nu anders. Dat wil zeggen de barrières die er bestaan op het gebied van handel. Op het gebied van import-export. Die barrières moeten weggehaald worden. Zo. Aan de andere kant zien we ook namelijk dat er nog steeds een stukje ongelijkheid is. In die samenwerking. Waar de Europese landen die in feite allemaal gerekend kunnen worden tot ontwikkelde landen. En hier CELAC landen waar de meeste gerekend kunnen worden tot ontwikkelingslanden. Er geen gelijke relatie is. Als het gaat om finance. Als het gaat om toegang tot goedkoop kapitaal. Als het gaat om investeringen. Als het gaat om ook een stukje besluitvorming. Om beslissingen te nemen met betrekking tot klimaatfinanciering. Dan zie je inderdaad dat ze een sterkere stem hebben. Onze kracht is namelijk dat we in CELAC-verband gebonden zijn. En nu met deze samenwerking die gelijkwaardigheid proberen te krijgen. In die samenwerking, in die positie. Dus dat zijn allemaal sterke kanten van zo'n summit. En natuurlijk kijken we met tevredenheid. Maar uiteraard kijken we ook vol belangstelling uit naar de uitvoering van de declaration, de uitvoering van alle gemaakte afspraken. En in mijn toespraak heb ik gezegd, wij zijn carbonnegatief. Eén van de drie landen in de wereld. Ik doe mijn deel. Ik verwacht dat jullie deel gaan doen. En ik hoop dat ze de boodschap begrepen hebben.